Justin, Dirk, beide terug van een blessure. Vertel eens eventjes allebei wat het probleem was. In de voorbereiding van dit seizoen had ik binnenkant van mijn knie, binnenband gescheurd. Grote scheur en daardoor ben ik 4-5 maanden eruit geweest. En ja, heb ik de hele eerste helft van het seizoen gemist. En voor jou, Dirk, voor jou is het iets korter geweest en heeft het iets korter geduurd. Wat was jouw probleem? Ja, gelukkig wel. Ik heb 2 jaar geleden ongeveer mijn spieren, mijn lies gescheurd. En ik had links eigenlijk een soort van een beetje dezelfde pijn, voelde ik. Dus met in mijn achterhoofd dat diezelfde pijn daar zat, toch wel een beetje gedacht aan die spierscheuring die 2 jaar geleden was gebeurd. Dus toen ben ik eigenlijk samen met de overleg met de fysio en de dokter toch uitgekomen dat ik eruit ben gestapt. En vanuit daar weer rust pakken en opbouwen om weer volledig fit terug te komen. Vertel eens, hoe is zo'n trainingskamp voor jullie? Je bent 5 dagen van huis, je zit 5 dagen hier op een prachtig resort. Ja, hoe is dat? Ja, het is natuurlijk lekker om even weer weg te zijn in Nederland. Warm in Spanje, wat lekkerder weer. En in een mooie resort is wel fijn. En gewoon met z'n allen kun je gewoon plezier maken. Wat doelen stellen wat je voor die week wilt gaan doen. En wat je wilt behalen, wat je wilt verbeteren. En ik denk dat het wel gewoon mooie en leuke weken zijn. Nou, hoe is het voor jou, Dirk? Ja, ik denk wel hetzelfde als wat Justin zegt. Er zijn ook veel nieuwe jongens mee van onder 19. Dus die leer je ook weer kennen. En het is gewoon hard werken en weer fit worden voor de tweede seizoenshelft. Ja, Justin, jij haalt het aan. De trainer die stelde aan het begin van deze week in de ruimte waar we eten, hard op de vraag aan jullie van God, wat is je doel, waar wil je deze week aan werken en hoe ga je dat realiseren? Kun je dus vertellen wat jullie op hebben geschreven en hoe jullie eraan gewerkt hebben deze dagen? Ja, ik wilde vooral wat meer aan de bal komen en nog belangrijker zijn voor het team met goals en assists. En ik heb daar wel in de trainingen voor mezelf wel de nadruk op gelegd. Door gewoon goed aanwezig te zijn en veel assists en goals te maken. Want ja, op de training moet je natuurlijk beginnen met de dingen doen die je in de wedstrijd ook wil gaan doen. Dus dat was mijn doel voor deze week. En voor jou, Dirk? Ik had opgeschreven als verdediger zijnde toch wel meer perfectioneren van 1-1 verdedigend frontaal. En bij voorzetten vanaf het tegenstander. Ja, deze situaties zijn nog niet heel veel voorgekomen deze week voor mij dan. Maar die zullen nog genoeg komen en daar blijf ik gewoon hard aan werken. Dus dat was mijn punt. Ja, in de trainingen daaraan werken is één ding. Hè. Straks begint het weer voor het echtje tegen Ajax. Wat zijn jullie verwachtingen voor seizoen zelf nummer 2? Ja, ik denk dat we als team wel goed voorstaan. Ik denk dat we ook redelijk goed zijn geëindigd in de eerste seizoenshelft. Dus ik denk dat we die lijn gewoon door moeten pakken. En als team moeten blijven groeien, zodat we gewoon een goed resultaat kunnen halen deze tweede helft. Wij, hè, met al onze camera's, zaten we heel de week op jullie lip. Wat is nou het moment dat jullie het graagst nog even terug willen zien hier in dit item? Want dan starten we het nou meteen weg. Nou, ik weet wel dat ik met Dirk samen een voorzetterspelletje deed. En dat ik een voorzet op hem gaf. En hij een lekkere oma erin. Ja, die kan ik me even niet meer voor de geest halen, vertel Dirk. Speel hem nu maar even af. Ja, speel hem maar even af. Maar je tagde Justin ook in jouw Instagram bericht wat je postte. Ja, ja, we hadden elkaar gekozen voor dat spelletje. En ja, er kwam perfect de bal van Justin. En ik deed een soort van halve omhaal. En die vloog aardig hard de kruisingen volgens mij. Dus ik had hem van veel mensen verwacht, maar niet van jou. Nou, als je mooie doelpunten wil. Ik maak ze niet vaak, maar... Als ik ze maak, dan zijn ze meestal mooi. Ja, en Justin, ik zag jou na de training ook heel veel op vrije trappen oefenen. Is dat een dingetje wat jij nog wil gaan laten zien na de winter? Ja, ik denk gewoon dat je alles aan moet doen om goals te kunnen maken. En standaard situaties zijn daar ook, die maken daar ook deel van uit. Dus daar ben ik gewoon hard aan het trainen. En ja, hopelijk kan ik daar ook wat goals aan meepikken. Hey, tot slot, wat is nou het leukste van zo'n trainingskamp? Waar kijk je nou met het beste gevoel op terug? Buiten dat Bertel Ancoen met een badmuts hier achterlangs komt gelopen. Hey, wat is het leukste op zo'n trainingskamp? Ik denk gewoon het plezier wat je samen maakt. Sowieso op de trainingen is er nog meer plezier dan normaal, denk ik. Omdat je wat vrijer bent, je bent in een ander land, andere omgeving. Maar ook verder, je bent gewoon met de jongens alleen... Heel de dag door, dus je kan veel lachen met elkaar en daar geniet ik wel van eigenlijk. Ja. Dirk? Ja, zoals Justin zegt, je hebt de hele dag met elkaar, je kunt plezier maken. Soms is het serieus, moet ook gewoon, maar vooral genieten van deze mooie omgeving en het zonnetje. En vanuit daar weer de competitie oppakken.
Top. Dankjewel, heren. Yes, dankjewel.